De derde editie van het Future Leaders en Entrepreneurs programma van de Global Shapers Community Paramaribo loopt zo zoetjes aan ten einde. Gedurende 2 weken zijn de deelnemers in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar begeleid door succesvolle Surinamers. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen van leiderschap en ondernemerschap onder jongeren in Suriname. De Global Shapers Community is een wereldwijd netwerk bestaande uit centra die beheerd worden door jongeren tussen de 20 en de 30 jaar met exceptionele potenties en een sterke motivatie om positief bij te dragen aan de lokale en internationale gemeenschap. Volgens Agatha Castillo van de organisatie zijn aan de jongeren diverse tools aangereikt om hun ondernemersvaardigheid verder te ontwikkelen. We leren ze over leiderschap, over onderneming, om opzetten. Wat we doen, 2 weken lang, dit jaar is het van 13 tot en met 25 september, laten we ze kennis maken met verschillende instanties, met belangrijke mensen in de samenleving die iets bereikt hebben. En daarover, en die mensen houden dan sessies met ze. Over bijvoorbeeld, hoe leef je gezond, hoe blijf je gefocust om je doel te bereiken. En wat moet je allemaal doen om een goede leider te worden? Dat is wat we nu nodig hebben in de situatie waarin we zitten, maar eigenlijk altijd nodig zullen hebben. Dus vandaar dat we deze jongeren willen blijven stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, maar ook om anderen te motiveren om ook het beste uit hun te halen. Een selectieprocedure zijn gekozen. Het project is onder meer door crowdfunding gefinancierd. We hebben door middel van crowdfunding via Apura Networks hebben we zo geld eigenlijk binnengekregen. We hebben een deel gehad en ook nog met een paar donorenbedrijven die ons sponsoren. En sommige sessies, of tenminste sommige bedrijven waar ze naartoe gaan, die stellen ook bijvoorbeeld dat rondleidingen misschien gratis zijn. Dus zo proberen we, of voeding en drank geven. Dus op zo'n manier proberen we dat zoveel mogelijk, want de jongeren hoeven ook niet te betalen, hè. Het is helemaal gratis. En doordat wij dus met die donaties en dat de bedrijven zelf ook een beetje inkomen, lukt het ons om het project wel de mensen gratis te doen voor de jongeren. Aldus Agatha Castillo. Het Future Leaders and Entrepreneurs programma zal tijdens het Mungo Festival of Music feestelijk worden afgesloten. Een onderdeel daarvan is Sustainability Sunday, waarbij de jongeren de mogelijkheid krijgen om hun opgedane kennis en ideeën met anderen te delen.